Hoe gaat het? Hoe gaat het? Je bedoelt in het algemeen in het leven of vandaag met de fijne première van een prachtige film? Ja, laten we over vandaag spreken. Ik ben ongelooflijk gelukkig als schrijver om het te mogen meemaken dat twee fantastische grote artiesten zoals Niels van Coevoorde en Sabine Lubbe-Bakker een film maken die mij zo tot in het diepst van mijn wezen heeft weten te treffen. En dat je dan zo in alle nederigheid mocht beseffen van, goh ja, dat was er nu toch niet geweest als mijn boek niet had bestaan en groter worden, de tributes niet. Zitten daarmee in je gedachten als je dat speelt, dat je misschien Gerrit op de Beek aan het spelen bent? Ja, omdat je ook als je haar boek leest, heb je het gevoel dat je heel dicht komt bij wie zij is. Hè? Heb je het boek gelezen? Nee, ik heb... Ik wou het gaan lezen, maar het mocht niet. En ik denk dat dat eigenlijk ook goed is. Ik heb dat boek niet gelezen, dat wou ze niet. Dat had ik niet. En... Ja, die zijn bijzonder, hè? Die twee hebben ze misschien al interviewd. De documentairemakers, en dat is een heel andere manier van werken. Dus die hebben enorm met ons opgetrokken. We zijn eigenlijk begonnen met zo'n therapiesessies, waar je ook dacht van, wat is dit hier nu? Maar we werden een beetje een familietje na die therapiesessies. Ja, het gaat over een familie. Iedereen heeft een familie. Iedereen wordt geconfronteerd binnen die familie met keuzes die ze niet zelf maken. Met, ja, je familie kiest je niet, zeggen mensen altijd. En dat is ook zo. Ik weet uiteraard waar het over gaat. Ik weet ondertussen ook dat iedereen heel veel liefde en lofbetuigingen over jullie heeft. Oh. Ja, ik voel ook liefde en lof voor de regisseurs. En dan zit je daar en dan denk je, oh, nu hoop ik wel echt dat ik het goed vind, want ik vind dat zo'n toffe mensen. En dat zou mij nu echt verschrikkelijk een gevoel geven als ik zou moeten zeggen dat ik er toch serieuze bedenkingen bij had. Maar ik was al... De film begon en alleen al dat openingsbeeld. Ik kreeg echt spontaan kippenvel over heel mijn lijf. Ik heb ook echt het gevoel, als ik daarnaar zit te kijken, van alsof er mij iets wonderlijks overkomt waar ik eigenlijk echt geen enkele, maar dan ook geen enkele verdiensten aan heb. Geen enkele. Dus ik ben eigenlijk alleen maar blij voor hen. Iets om te benoemen is de steun van Griet naar het project toe. Daar zit ook heel veel liefde en heel veel van... Wel, pak het, doe ermee wat je wilt. En ik heb alle vertrouwen in dat dat goed komt. Dat is super fijn voor ons om met zo'n mooi boek dat te kunnen doen. Maar toch, ik vind ook een grote pluim naar al de acteurs. Hè, niet in het minst trouwens, Olivia Landuit, het kleine meisje. Wat doet die daar? Ik vind dat ongelooflijk. En natuurlijk is dat ook de verdienste weer voor een stuk van Niels en Sabine door de manier waarop ze met hen gewerkt hebben en hoe ze hen in beeld hebben gebracht. Maar toch ook mindere acteurs zouden dat niet per se tot datzelfde goede einde hebben gebracht, denk ik. Iedereen zit op zo'n enorm hoog niveau te spelen. In een Vlaams film, ik heb dat denk ik zelden gezien. Kom hier, wil ik je kussen. Cinema.